In een boerenloods in Dussen had de politie 4 en 5 november een mobiele escape room opgesteld. Na een gastvrij ontvangst met koffie kon men de escape room betreden. Niet alleen voor entertainment, maar ook om te leren hoe je een drugslab kunt herkennen in je eigen buurt. Ja, escape room krijgen mensen opdracht om een escape room te verlaten. Tijdens die opdrachten krijgen ze hints van wat de gevaren kunnen zijn van de ecstasy lab. En als ze de escape room helemaal goed hebben afgerond, dan gaat er een deur open. Dan komen ze in een soort martelkamer terecht. Maar in die martelkamer krijgen ze een film te zien over de gevaren en hoe een ecstasy lab eruit ziet en hoe je hem kan herkennen. Spannende geluiden, rook, een vreemde geur en diverse op te lossen formules zorgden voor een spannend, maar bovenal leerzaam spel. We staan 3 dagen. Gisteren is de aanloop behoorlijk groot geweest. Vandaag is de aanloop iets minder, maar dat komt waarschijnlijk omdat de mensen moeten werken en de scholen nog aangaan. Dus ik verwacht dat er vanaf een uur of 5 de aanloop groter is. We staan tot 9 uur, dus ik verwacht nog wel aanloop vandaag. Burgemeester Egbert Lichtenberg liet ons weten dat hij de mobiele escape room een heel goede manier vond om inwoners bewust te maken van de gevaren van een drugslab in de eigen buurt. Drugslabs zijn echt gevaarlijk. En als we samen weten waar we op moeten letten en er alert op zijn, kunnen we heel veel ellende voorkomen. Aldus de burgemeester. Ook in Altena is ondermijning natuurlijk. We hebben al wat ecstasy labs in het verleden opgerold. En wellicht zal dat er nog wel meer zijn, maar we zijn altijd in onderzoek daarna. Als mensen hier geweest zijn en ze hebben alles zo doorlopen, dan krijgen we naar de rand wel reacties van oké, als we ooit iets zien, dan laten we het weten. 2 weken. Yay! Oh, we mogen hem! Het is dit team gelukt om ruim binnen de tijd alle codes te kraken om zo de geheime deur naar de martelkamer te openen. Hier eindigt het spel met een voorlichtingsfilm over het herkennen en melden van verdachte situaties. Superleuk om met mijn collega's dit te doen en uiteindelijk de code te kraken, zodat we weer bevrijd worden. Was toch wel een beetje moeilijk nog? Nou, alleen het laatste puzzelstukje hebben we niet kunnen vinden, maar door goed te gokken hebben we uiteindelijk de 3-cijferige code weten te achterhalen. En wie heeft die goede gok gedaan? Mijn collega hier. Ja, hoi. Collega, hoe was het? Ja, superleuk. Ik hou ervan dit soort dingen. Dus en leerzaam ook nog. Dus superleuk, ja. Wat ik nog wil toelichten is hier. Zie je iets vreemds staan? Zie je ergens een busje staan of een vreemde auto dat je denkt van die hoort hier niet thuis? Meld het bij de politie en wil je eigenlijk niet kenbaar maken. Meld het via Meld Misdaad Anoniem.